Hoi, in dit filmpje laat ik je zien hoe je een Illustrator tekening maakt voor de lasersnijder. Het formaat voor deze opdracht is dus 50 bij 30 mm. Dus we gaan een nieuw document maken met deze afmetingen. Ik klik op Create New. En normaal kiezen we hier een bepaald formaat zoals A4 of zo. Maar wat ik nu doe is ik ga hier rechts invullen: breedte 50 mm zoals je ziet staan, en de hoogte 30 mm. Goed, dan klik ik op Create. Dan krijg ik dat formaat heel erg ingezoomd, waardoor het echt vet groot lijkt. Hij is namelijk op 800% ingezoomd, zoals je kan zien. Maar in principe is dit natuurlijk gewoon de 5 bij 3 centimeter die we krijgen om een eerste ontwerpje in te maken. Goed, wat ik ga doen is gewoon een heel eenvoudig sleutelhangetje maken met mijn naam erop. Als je dat gewoon allemaal precies nadoet, zoals ik doe, dan weet je zeker dat het gewoon goed komt. En natuurlijk mag je daarna eventueel proberen je eigen ontwerp te maken om die aan te leveren. Maar hoe gaan we dit doen? Ik maak eerst de vorm van mijn sleutelhanger. Ik gebruik daarvoor deze en vervolgens trek ik hier even als het ware de outline van mijn sleutelhanger met mooie ronde hoeken. Goed, dan rechts bij de properties, bij de instellingen van mijn vorm, staan er een aantal dingen nu nog fout ingevuld. De vulkleur staat namelijk op wit en zoals we net gehoord hebben mag er geen vulkleur zijn, dus die zet ik uit. En de omleiding, die moet ik natuurlijk een kleur geven zoals cyaan of magenta. Nou, nogmaals, cyan is uh, frezen en magenta is helemaal doorzagen. Dus ik zet deze stroke kleur op magenta. En dat zie je hier staan als je er ook op wijst. Zie je CMYK magenta? Nou, die klik je aan. Perfect, dit is de outline van mijn sleutelhanger. Um, nu ga ik mijn naam erop zetten. Hoe doe je dat? Ik pak hier de teksttool. Ik trek hier zo'n kader overheen en daar zet ik op apart. Vervolgens zet ik even rechts bij de instellingen de lettertype. het lettertype wat groter. Zoiets als dit. En vervolgens plaats ik hem netjes in het midden. Nou, deze letters zijn natuurlijk nog niet correct als ik het zo aanlever. Daarvoor moet ik het natuurlijk eerst andere kleuren gaan geven. Maar wat hier ook gebeurt, is dat het in theorie vulkleuren zijn. Het zijn gewoon volle vlakken. En dat mag niet. Dus wat je doet bij tekst, als je dat wil lasersnijden, is rechtermuisknop. En dan doe je Create Outlines. Je ziet niet veel veranderen, maar nu rechts bij de instellingen kan ik de vulkleur helemaal uitzetten. En nu kan ik een stroke eromheen stoppen. En die maak ik, als ik hierop wijs, cyaan, zoals je dat ziet staan. Nou, en dit is perfect. Want als de snijder deze tekening zo krijgt, dan gaat hij dus netjes deze outlines, die blauwe lijnen, uitfrezen uh, als het ware. Dus die worden heel licht uitgegrafeerd. En op die manier kan ik zo heel tof mijn eigen naam erop zetten. Nou, Tot slot moet hij ook nog aan mijn sleutelbos komen te hangen. Hoe doe ik dat? Ik maak er nog even een gat in, zodat ik hem uh, om zo'n ring heen kan plaatsen. Dat doe ik als volgt. Ik pak hier links de cirkeltool. En vervolgens teken ik hier gewoon een, uh, een cirkel op. En die plaats ik ook even netjes in het midden. En nu is die cirkel outline in cyaan. Dat is dus niet goed, want dan zou je nu niet helemaal uitlezen. Daarom zet ik hem hierop. Magenta. En vervolgens gaat hij de dingen helemaal uitzagen. Waardoor die hele cirkel dus eruit valt en er dus een gat zit in mijn sleutelhanger. Nou, dit is perfect. Nu moeten we nog even opslaan. Dan ga je naar File. En dan klik je op Save as. En wat nu belangrijk is, is ik ga hem hier op het bureaublad gooien. Dat ik hem gewoon als een Adobe Illustrator bestand erop zet. Maar als ik op bewaar klik, dat ik dan hier bij version. Illustrator 8 aanzet. Dat is een belangrijke. Dat is het formaat wat de lezersnijder hier op school uh, begrijpt. Dus je zet hem hier op Illustrator 8. Dan doe je oké. Okay, dan doe je nog een keer oké. Okay. En op deze manier heb je een goed bestand gemaakt... dat je naar de lezersnijder kan sturen. Dit bestand stuur je dus naar uh, de docent. Want die gaat ze allemaal samenvoegen tot één groot bestand. Wat dan in één keer als één opdracht in die printer wordt gestopt. En dan in week drie dan ga je dus naar de ontwerpfabriek om daar... Uh, ja, je ontwerpje of je sleutelhangetje bijvoorbeeld uit te lezen. Vet succes!